Het Belgisch strijkquintet onder leiding van Wouter van den Abele heeft afgelopen donderdag samen met de muziekschool onder leiding van Ricardo Mateda een concert gehouden in het dorp Jojo in het district Sipaliwini. Het repertoire bestond uit de volksmuziek van zowel Suriname als België. Kunst- en cultuureducatie in het binnenland ten behoeve van jongeren is een belangrijk aandachtspunt in het beleid van het kunst- en cultuurbureau Lisibetti Music Performing Arts en is dan ook een vast onderdeel. Vorige week heeft het Belgisch strijkquintet een schoolvoorstelling te Paramaribo georganiseerd. Dit concert zal door ATV op 25 december en 26 december worden uitgezonden.